provinciehuis in Gelderland zijn we hier aanwezig live bij de uitslagen als het gaat om de verkiezingen van de Provinciale Staten. De raadsmanschap van Tiel hebben we bij ons, Robert van Galen. Zojuist de exit poll die bekend is geworden. Spannend of niet? Zeker spannend, want we zien dat de huidige coalitie aan het verliezen is. Alle coalitiepartijen hier verliezen zetels. En de grote winnaar is Forum voor Democratie en GroenLinks. GroenLinks gaat naar 6 zetels. Forum voor Democratie gaat naar 7 zetels. Dus het is een behoorlijke verschuiving hier in Gelderland. De partijen die de coalitie vormden, VVD, CDA, Partij van de Arbeid en GroenLinks, verliezen hun meerderheid. Dus er zal hoe dan ook hier een nieuwe coalitie gevormd moeten worden. VVD 1 zetel gezakt, evenals het CDA. Dat is dus een licht verlies. Welke combinatie is er nu mogelijk als het gaat om een nieuwe coalitie? Ja, er is best een heel gepuzzel. Als je kijkt naar de meest voor de hand liggende combinatie, is dat de VVD met 8 zetels, CDA met 8 zetels, daar zijn we aan 16. 6 erbij van GroenLinks zijn we aan 22. 5 erbij van de Partij van de Arbeid zijn we aan 27. Die combinatie zou kunnen regeren met 1 stem meerderheid in het Gelders parlement. Een andere optie is natuurlijk dat Forum voor Democratie mee gaat doen. Zou die de plek innemen van CDA of VVD? Die hebben samen 8 zetels, Forum heeft 7 zetels. Dan zou je een minderheidsregering moeten vormen. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, niet lukken. Dat betekent als Forum mee zou moeten doen, dat GroenLinks zou moeten wijken of de Partij van de Arbeid zou moeten wijken. Nou, als je kijkt naar hoe de partijen opereren, die kiezen voor zekerheid, continuïteit. Dus het zal heel lastig worden om met Forum voor de Democratie hier in Gelderland te gaan regeren. Het kan wel, maar stel dat dan CDA niet mee zou doen, dan zijn er voor een meerderheid 5 partijen nodig. D66 heeft een grote klap gehad. Dat betekent voor de kandidaat uit Culemborg, die stond op plaats 4, dat ze naast de boot valt. Ja, ze gaan volgens mij van 7 naar 4 zetels. Of naar 3, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar weet je, je kunt dat nog niet helemaal met zekerheid zeggen. Want die voorlopige uitslag is met plus of min 1 zetel. In theorie zou het dus nog zo kunnen zijn op het moment dat we deze opname maken, dat de VVD nog een zetel zakt en Forum nog een zetel stijgt. En dan zou de verhouding hier in het provinciehuis echt op zijn kop komen te staan. Nou, laten we dan niet te veel op de zaken vooruitlopen, maar wat wel duidelijk is, dat Mark Smits, de kandidaat uit Tiel, die staat erin gaat komen. Die staat safe, zou je kunnen zeggen. Nederland heeft een mark bij de VVD en de provincie heeft nu ook een mark vanuit de VVD. Hij stond op plaats 6 en met 8 zetels is zijn plek geregeld. Dus er is een Tiels geluid in Provinciale Staten. En dat is natuurlijk altijd mooi. Die andere Tielse kandidaat, Dave Verbeek, die stond op plaats 10. PvdA heeft er nu 5. Dat zou dus alleen nog maar lukken met voorkeurstemmen. Dat zou alleen nog maar kunnen met voorkeurstemmen. En dan moeten we gewoon afwachten tot echt alle stemmen tot op de laatste stem geteld zijn. Daar valt nu nog niks over te zeggen. Nou, wij gaan de kandidaten peilen, hoe ze het zelf ervaren hebben. En natuurlijk ook heel benieuwd wat Makink gaat doen. Want hij is eigenlijk de leading man als het gaat in Gelderland op het smeden van die coalitie. Ja, zoals het nu uitziet is de VVD met nipt de grootste partij. En zal Makink dus de regie kunnen gaan voeren over het vormen van een nieuwe coalitie hier in Gelderland. Gaat van 1 naar 2 en dan Forum voor Democratie.
komt binnen met 7 zetels. En dat betekent dat er een machtsstrijd hier gaande is tussen Forum, CDA en VVD. Ik wil toch ook even de winst van GroenLinks opnemen. Een verdubbeling in de fors verliesstel voor D66 en de SP. Jan Makink, voorlopig lijkt het erop dat de VVD wederom de grootste is in Gelderland en dat moet deugden. Ja, de eerste exit poll van 9:50 hier naar buiten kwam, is het zo dat wij op percentage het grootste zijn. Qua zetels vergelijkbaar met CDA, allebei 8. Betekent wel dat we 1 terug zijn gegaan, maar ik ben wel heel blij dat we de grootste partij in Gelderland zijn. En op enige afstand van Forum. Het betekent dus dat de kiezer gesproken heeft en de VVD niet in de steek heeft gelaten. Mag je het zo zeggen? Ja, dan mag je die conclusie mag je wel trekken. Natuurlijk had ik gehoopt dat we van 9 naar 10 waren gegaan. Maar de kiezer heeft altijd gelijk. Het is alleen maar een inspanning en nog een aansporing om nog beter ons best te doen. En de volgende keer dan wel op 10 te komen. Den Haag heeft zijn markt, maar Arnhem tegenwoordig ook. En die komt het Tiel. Ja, nou goed, eerst moeten we even afwachten hoe het met de restzetels gaat verlopen. Dat zullen we vrijdag te horen krijgen. Maar het ziet er positief uit, ja. Blij? Ja, zeker. Ik ben blij voor de VVD dat we de grootste zijn geworden in percentage. Het is een exit poll, dus we moeten nog even afwachten hoe het precies gaat uitpakken. Maar voorlopig ben ik tevreden, ja zeker. Meneer Makink, dat wordt formeren. Appeltje eitje eigenlijk, hè? Het wordt D66 eruit, GroenLinks erin. Ja, dat zou kunnen, maar dat is wel een beetje kort door de bocht. Ik zie dat we nu wel, volgens mij, wel 5 partijen nodig hebben om naar een meerderheid te komen. En we gaan eens even rustig over nadenken. We wachten eerst de definitieve uitslag af. Dat is morgen wel bekend, of vannacht een keer bekend. Morgen vroeg hebben we een fractievergadering en dan gaan we bepalen hoe we verder gaan. Opvallend natuurlijk Forum voor Democratie, hè, van 0 naar 7. Ja. Gaat u daarmee in gesprek? Ja, we sluiten op voorhand geen enkele partij uit. Maar wat ik net ook al voor de NOS gezegd heb, ik vind het wel jammer dat ik niemand, maar dan ook echt niemand, Gelderland van die partijen ken en ook niet van hun standpunt weet. En dat vind ik lastig. Maar goed, dat horen we dan in de informatieronde wel. Fractievoorzitter van de PvdA uit Nijmegen, Peter Kerres. Eigenlijk mag ik je best wel feliciteren, ondanks dat de PvdA 1 zetel verloren heeft. Ik ben best tevreden inderdaad. Als je kijkt naar de procenten, we hebben nu 8,5% ten opzichte van 9% 4 jaar geleden. Er zijn ook meer mensen gaan stemmen, dus de kans is aanwezig dat er dus zelfs meer mensen Partij van de Arbeid zijn gaan stemmen. En dat betekent echt dat de neerwaartse trend definitief gekeerd is, dat we de weg naar boven weer hebben gevonden. En ik kan alleen maar terugblikken op een hele positieve, energieke, vrolijke campagne. Wat jammer is, is natuurlijk die kandidaat uit het rivierengebied, Dave Verbeek, dat hij het waarschijnlijk niet gaat halen. Ja, de definitieve stemmen die horen we maandag. Dan zien we ook hoe de voorkeurstemmen verdeeld zijn. De kans bestaat, Dave staat op nummer 10, dat hij dan inderdaad niet bij ons in de Staten komt. Dat zou jammer zijn, maar we hebben natuurlijk wel een hele goede lijst met andere kandidaten uit heel Gelderland. Dat is logisch dat je dat zegt. Wel onder de indruk van dat jonge talent? Absoluut. Ja, ik vind Dave heeft een aantal hele goede debatten gedaan de afgelopen weken in de verkiezingscampagne. Dat heeft hij goed gedaan. Wat vind jij van de uitslag als je kijkt naar bijvoorbeeld het verminderen van D66, stijging van GroenLinks, maar wat heel opvallend is, Forum voor Democratie van 0 naar 7? Ja, allereerst natuurlijk alle felicitaties aan Forum en aan GroenLinks. Zo hoort dat in een democratie. De winnaars feliciteer je. En ik vind het voor D66 natuurlijk, ik ben heel benieuwd hoe het daar nu gaat. Ik had ze wat meer gegund. Als je kijkt naar, eventjes hard op denken, nieuwe coalitie, hoe zou die eruit zien volgens jou? Dat is een goede vraag.
Je ziet dat de VVD goed overeind is gebleven, dat CDA goed overeind is gebleven. Nou, zij zijn natuurlijk in de lead als het gaat om het vormen van een nieuwe coalitie. En daarna, kijk, wij hebben een programma wat gericht is op het bouwen van meer betaalbare woningen, op het investeren in het openbaar vervoer. Als we daar met de CDA en VVD uit kunnen komen, dan schuift de Partij van de Arbeid graag aan. Maar dat is echt iets waar we de komende weken naar gaan kijken. Ja, ik vroeg net ook al aan de heer Makink, eigenlijk is het een appeltje-eitje. D66 onherbiedig gezegd eruit en GroenLinks erin. Dat hoort u mij niet zeggen. Dat komt voor rekening van de VVD. Kijk, zij of CDA zijn de grootste partij. Zij moeten nu bepalen wat er de komende weken gaat gebeuren. En als we echt stappen kunnen zetten op de woningmarkt en op het openbaar vervoer, ja, dan schuift de Partij van de Arbeid dus graag aan. Samenwerken met Forum voor Democratie op voorhand, geen probleem? Zij zijn niet de grootste partij. Ze hebben dus ook niet het initiatief. De VVD moet, of CDA moeten echt kijken waar zij mee in gesprek gaan. En dan kijken we verder. Wat bescheiden is, hè? DVB-kandidaat voor de PvdA als het gaat om provinciale statenverkiezingen uit Tiel. PvdA heeft het helemaal niet zo slecht gedaan. Nee, we zijn nu bij de exit polls. 0,5% verloren, maar 5 zetels. We hadden er 6. En met 0,5% minder hebben we nog steeds voorzichtig gehoopt dat er een 6e zetel in zou kunnen zitten. Dus ja, helemaal geen slecht resultaat. Voor jou persoonlijk, je staat op plaats 10. Hoeveel voorkeurstemmen heb je nou nodig? Het ligt natuurlijk aan hoeveel mensen uiteindelijk zijn gaan stemmen. Maar tussen de 3000 en 3500 heb je er echt wel nodig om erin te kunnen komen. Jouw kennende heb je een fantastische campagne zelf gevoerd. Hoe zit dat met die 3000? Bij de vorige raadsverkiezingen in Tiel hebben we ongeveer 1800 stemmen gehaald. Natuurlijk, als al die stemmen naar mij toe zouden gaan en ook nog wat uit de dorpen, dan zou je een eind komen. Maar... ja, ik denk niet dat dat heel realistisch is. Dus nee, ik heb er vrede mee op dit moment. En we gaan gewoon zien wat het zometeen inhoudt met de verdeling van de statencommissies. En anders blijf ik gewoon maar werk in Tiel doen. Oké, dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Jouw persoonlijke ambities? Nou, natuurlijk wil ik wat in die staten gaan doen. En als er zometeen een statencommissie in zou zitten, dan vind ik dat hartstikke leuk. Maar ik wist van tevoren, vanaf een 10e plek, dan wordt het gewoon een lastig verhaal. Dus mocht dat per ongeluk niet lukken, dan blijf ik gewoon in Tiel en dan blijf ik daar de commissies draaien. Want dat is ook gewoon een fantastische plek en een hele mooie kans om daar je politieke ambities in waar te kunnen maken. Dus jouw zeg maar, kennis van de politiek gaat niet verloren? Nee, zeker niet. Of hier in de Staten of in de gemeente Tiel. Het was een spannende avond daar op het provinciehuis. De Tielse kandidaten hebben het goed gedaan. Maak Smits kreeg in Tiel zelfs de meeste stemmen van de VVD-stemmers, ruim 1000. Verbeek van de PvdA kreeg er over de 400. Na de exitpoll van woensdag is inmiddels bekend dat Forum voor Democratie nog een zetel erbij heeft gekregen, maar net niet de grootste van Gelderland is geworden. Dat is de VVD met ruim 5000 absolute stemmen meer. We blijven de ontwikkelingen in de provinciale staten volgen en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Dit was Gelderland stemt, de provinciale statenverkiezingen.